Vieze huichelaar. Jullie zijn huichelaar. Wil je het bewijs laten zien? 100% kinderachtig. Wat dit doet. Waarom praat ik lariekoek en jij niet? Ik heb gezegd, je moet een goed pad op je donder hebben. Het is flauwekul. Het is een machtsstrijd. Het bospad van de gemeente Nunspeet zorgt in het dorpje Elspeet voor een hoop gedoe tussen de buren Groeneveld en Schouten. Beide heren gebruiken het pad niet om overheen te wandelen, maar om auto's, rijtuigen en karren te parkeren. Volgens meneer Groeneveld doet de gemeente er helemaal niets aan. En sterker nog, Schouten komt overal mee weg, terwijl hij zijn busje niet eens naast zijn huis mag parkeren. Hier ziet u dus het bord dat de gemeente het pad beschouwt als openbaar landbouwgebied. Maar het is toch net of hij bij de Lorreboer binnenkomt in plaats van in een natuurgebied. Dat moet je toch als gemeente niet willen. Ik zou mijn eigen hiervoor schamen. Je ziet daar niet anders dan aanhangers, karren en et cetera op de gemeentegrond. Onze buurman, de heer Schouten, heeft er grote problemen mee dat ik hier mijn bus parkeer. Nou, dat kunnen wij eigenlijk niet begrijpen als je zelf zoveel rommel op het gemeentegrond zet. Waarom wij dan ons bus daar niet neer moeten zetten? Hoi. Ik heb dit altijd in gebruik gehad. Ik heb dat boerderijtje van mijn vader gekocht in 1960. Dus dat is 40, 55 jaar geleden, in januari, 9 januari. En mijn vader had dit ook altijd in gebruik. We zijn hier in 2003 geweest te kijken. Aanvankelijk leek ons het perceel iets te klein, maar de eigenaar Schouten was bereid om het meer aan ons te verkopen met een eigen uitrit aan de oostzijde, zodat we rond konden rijden. De ellende is begonnen ongeveer een jaar of vier terug. Toen kwamen er ineens allemaal vuilnis en plastic in de wei voor onze woning te liggen. Daar heb ik meneer Schouten een paar keer op aangesproken. En ja, dat landde op een of andere manier niet. Hij daagt me uit, want hij weet drommels goed dat we dat goed afgesproken hebben. Eén uitweg ten noordoosten van het perceel. Toen heeft meneer Schouten een aantal borden geplaatst. Nou, volgens mij, en dat heb ik ook aangegeven, is dit toch een duidelijke afsluiting van het gemeentepad, verboden toegang. Het is geen fysieke afsluiting, maar wel een juridische. Nou, daar heeft notabene de gemeente een excuusbrief over geschreven. Hoe kun je dat nou maken? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dit is een openbaar pad. Op enig moment kwam er een verzoek om handhaving. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van de gemeente als derde partij in dit geschil. Dat was een verzoek van de heer Schouten. Tegen een schutting die de heer Groeneveld had geplaatst. Nou, hier stond onze schutting. Gaf een enorme rust. Het is hier toch geen concentratiekamp. Hij had daar een schutting staan van ongeveer 1,80, 2 meter. Maar dat moet me niet kwalijk nemen. Nou, daar heb ik bezwaar tegen. Ik wil daar vrij van me afkijken. Ja. Maar dat deed hij ook om mij te pesten mezelf. Dat kleine stukje hier hebben we in moeten leveren. En meneer Schouten heeft dit allemaal. En dat vinden we niet redelijk. Bovendien mocht er niet meer geparkeerd worden op gemeentegrond. En u ziet daar niet anders dan aanhangers, karren en et cetera. Ik ben daar ter plekke geweest. En toen hebben we meegekregen dat er wat oneenigheid onderling tussen beide buren was. En wat er precies is geweest is ons onduidelijk, maar er speelde ook daadwerkelijk meer dan alleen die schutting. Meneer Schout heeft mij diverse malen bedreigd. Er stond hij met de stok van... Nou, dat is niet prettig. En dat heeft hij ook wel eens een keer, als ik met de bus over het pad reed, sprong hij voor de beurs en dan stond hij ook... Ik sluit ook in dit en dat. Ik heb gezegd, jij moet een goed pad op je donder hebben, want jij hou je niet aan de regels. Hun ben hier komen wonen, hun moeten zich aanpassen aan deze omgeving. He? Klaar. De frustraties ten opzichte van de gemeente zijn het grootst, omdat de gemeente steeds dingen belooft en steeds niet nakomt. Ze hebben al wat keren beloofd dat ze rommel op zouden ruimen, dat ze Schout aan zouden schrijven, dat ze dit zouden doen, dat ze dat zouden doen. Ja, de gemeente staat achter mij. He? Het hoofd van de bouw staat achter mij. We begrijpen enigszins wat de heer Groeneveld bedoelt. Dat het een dwars zit, dat daar een troep is. Maar aan de andere kant, de heer Groeneveld heeft gewoon een eigen inrit en hoeft in principe niet op het gemeentepasseel te komen. Er zijn ook heel veel bedreigingen. Als mevrouw de ramen zeemt van de garage, wordt ze steeds lastiggevallen. Loopt die steeds met een stok aan kort achter haar langs. Nou, dat komt wel heel intimiderend over. We hebben niet alleen het gevoel dat we weggepest worden. De heer Schout heeft dat in een telefoongesprek met mevrouw duidelijk aangegeven. Ik zal niet eerder rusten dat jullie weg zijn. Wat al die bedreigingen met ons doen, dat zal ik u precies vertellen. Mevrouw die staat 's morgens met de fotocamera, staat ze klaar in de deur als ik wegrijd om te filmen als het fout gaat. Ja, hij is bang. Maar ik ben niet bang. Ik ben voor één, denk ben ik bang. En nergens ben ik bang, alleen voor één. Weet je wie dat is? Dat is de duivel. Daar ben ik bang. Want de duivel is machtig. Maar God is almachtig. Zie maar, hij is bang dat ik hem een keer op zijn donder sla. Maar dat doe ik niet. Want ik hou mijn handen thuis. Ik kan mijn handen wassen in het reinen.
Meester Visser, mijn eis is om gedoe in de toekomst te voorkomen dat er erfdienstbaarheid op het pad gevestigd wordt. Dat de verheiding blijft liggen omdat die er al 10 jaar ligt. En dat de gemeente het pad opruimt en Schouten de weide op laat ruimen omdat het zeer storend is voor onze woning. Een eigenwijze domper. Dat is het. Beste meneer Visser, de gemeente vindt dat Groeneveld gebruik moet maken van zijn eigen inrit en er geen reden is voor het vestigen van een erfdienstbaarheid en de gemeente eist dat zij de verharding mag weghalen. Ja, welkom in de studio. Ik vind het pittig. Ja, het spreekt denk ik de beelden voor zich die we net gezien hebben. Laten we eerst eventjes, want u bent de eiser, u bent de verweerder van de gemeente. Meneer Schouten speelt een hoofdrol in dit conflict, maar die wilde of die kon er vandaag niet bij zijn. Dus dat wordt wel lastig praten over het conflict, maar we gaan het toch proberen. Ja, want u zegt, ja, er is wat oneenigheid. Ja. Ja, het gaat wel wat verder natuurlijk. Ja, maar ik hoor allemaal bedreigingen, ik hoor met een stok van ik sla je dood en dat is pittig. Dat is erg pittig, ja. En meerdere dingen, laat me zeggen, de privézaken zijn bij de gemeente vaak niet bekend. Het gaat veel maar het speelt al 5 jaar. En als u zegt, van we worden dagelijks op de hoogte gehouden. Ja, het zijn met name de handhavenverzoeken. En dan gaat het vaak om de juridische waar ligt een grens. En wat mag wel op een bepaald stuk grond en wat mag niet. Alleen vaak. Maar er speelt natuurlijk veel meer. Het gaat er zit een diepere onderlaag in. Het gaat eigenlijk helemaal niet meer over dit pad. Het gaat gewoon echt, het is een behoorlijke machtsstrijd tussen twee buren geworden. Ja. De gemeente heeft ook door dat het eigenlijk een burenruzie is. Die, ja, waar de gemeente in 1 keer bijeengekomen is. Die over uw rug wordt uitgevochten, zo ziet u het. Ja, ja. En vandaar ook dat wij hebben geprobeerd om met mediation en bemiddeling een oplossing te vinden. Want dat ging niet goed, die mediation. Daar wilde de buurman niet aan meewerken. Dus ja, dat gaat dan niet. En toen hebben we nog een gesprek met de burgemeester aangevraagd. Zelfs de burgemeester? Die. Ja. Okay. Maar de heer Schouten wil niet praten. En tot op de dag van heden weet ik ook niet waar het conflict over speelt. Maar waarom lukt het u niet om met meneer Schouten te overleggen? Ja, hij doet niet aan als een vloek en een schelden. Ja. Dan is het een half uur lang vloekt en scheldt hij en dat ik op moet donderen en dat ik weg moet wezen en dat hij me kapot zou maken en dat hij ons dood zou maken. Niet eerder zo rusten voordat we weg zijn. En noem maar op, noem maar op. En hoe is dat voor u? Want dat lijkt me heel erg als iemand dat zegt. Nou, ik geef hem in niet zo heel veel dingen gelijk, maar 1 ding had hij gelijk in. Dat hij bang is van de duivel, maar dat God almachtig is. En daar ben ik het van harte mee eens. Ja. En Schouten kan niet doen en laten we het dat hij wil. Nee, want u gaat beide naar dezelfde kerk. Elke zondag dan wordt gepreekt van, heb u naaste lief. Ja, dat klopt. Dat is ook droevig. Dat vind ik ook heel erg jammer. Nou, het lijkt me verder gaan dan jammer. Het lijkt me vreselijk. Ja, u zegt, mijn vrouw filmt mij als ik wegrij. Ja, morgen is klaar met de fotocamera en de film. En dat doet ze elke dag? Elke dag. Dit is toch, dit gaat heel ver. Ja, dit is heftig. Ja. Ik heb alles in moeten leveren, Schouten mag toch alles houden. Dus staat de gemeente aan Schouten zijn kant. Hè? Dat bleef hij zelf ook zo. Daar draagt hij ook aan alles uit. Dat is toch logisch dat hij dat doet? Begrijp niet dat de gemeente dat niet begrijpt. Hè? Dat geeft hem een enorm hartsvervoer. Ik heb het hier voor het vertellen. Zo staat hij. Ja, u kunt het feitelijk oplossen door hem ook zijn bus daar te laten parkeren. Ja, en dan is het... Dat klinkt makkelijk, want dat zou betekenen dat de gemeente in alle zaken maar alles moet toestaan. Om een probleem op te lossen. U vindt dat te ver gaan? U zegt, gaat ik ga dat probleem niet oplossen. Kijk, de heer Groeneveld geeft zelf ook al aan. Mm. In het verleden stond er een haag. Hij heeft het nooit gebruikt als inrit. Alleen in de afgelopen jaren is dat ontstaan. Heeft hij een gedeelte van de haag weggehaald en is daar een toegangspoort gekomen. Ja, en die haag die moest weg van Schouten. En toen zei, jullie doet het maar. Want daar loopt het om. En daar ben ik het boos om. Nou, we gaan eens dat kijken had je nooit moeten doen. We gaan eens kijken wat meester Visser ervan vindt. Tijdens het locatiebezoek ondervindt meester Visser nog net niet aan den lijve hoe slecht de buren met elkaar omgaan. Goedemiddag, Willem van Dijk, gemeente. Ja. Goedemiddag, ik ben Wilma ook gemeente. Ja. Zo bedenkt dat het Dijk gemeente natuurlijk, ja. Schouten. Meneer Schouten. Ja, goeiedag. Eerst even kijken hier. Dit is het pad van de Veenweg naar Bos. En daar stopt het eigenlijk. Nou. En dat bordje dat daar staat, dat heeft er ook altijd... Dat heeft altijd gestaan. Oké. Okay. Hoe loopt de grens? Ik loop even naar voren. Dat was een... Hier is vergunning voor. Ja. De gemeente geen probleem mee dat het over de erfgrens gebouwd is? Nee, het is zelfs al vergund op deze locatie. Dus kunnen we weinig meer aan doen, hè? Nee, moet ik afbreken. Ja. Nou, u heeft een schitterende oprit. Waarom moet het over dit pad? Nou, dit is officieel mijn inrit. Ik heb nummer 59 en ik heb dat ook gewoon gevraagd van de gemeente. Ik heb nu ook nog op 1 april een brief gehad van de gemeente dat ik er gewoon gebruik van mag maken. Maar, wat is daarop tegen? Wie heeft er last van dat ik van deze oprit gebruik mag om mijn bus hier neer te zetten? U heeft er last van? Nou, ik heb dat boterring verkocht aan me. Ja. En toen zei ik, dan moet ik altijd bij jullie over de werf. Ik zei, ja goed begrijpen, maar die weg is van de gemeente. Klaar. Dus ik zei dan, ik wil wel een andere uitweg geven.
Want ik had niet gegeven. €5.000 voor. Hou je bek gesloten voor je huis. Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb er geld voor betaald, vriend. Moet je even luisteren. Kan ik je aantonen? Ik ben er gaan spreken. Maar jij deed niet mee met het conflict, hè? Want ik heb het met de gemeente. En je mag best wat zeggen, maar je bent nu ongeveer heel de middag al aan het woord. U vraagt wie heeft last van de bus hier over gehad. Vorige week dinsdag heb ik de politie moeten erbij moeten halen. En wie bent u? Ik woon hier juist. En uw naam is? Van Altena. Van Altena, ja. En vorige week dinsdagavond heb ik de politie moeten bellen. Omdat meneer zo beleefd was om mijn vrouw wat ondersteboven te rijden op de pad. En ik heb... Mag ik vrouw die stond ik horen? Mag ik horen? En 2 oktober vorig jaar, ik heb alles genoteerd, meneer Visser, heeft hij gepoogd om deze man hieronder te boven rijden. Doodrijden, moordenaar. Nee, dat is niet zo, Bart. Ik zeg u alleen wat ik gezien heb en wat ik gehoord heb. En nog even een aansluiting, dat bordje wat u daar ziet, dat was dat vorige week donderdag door hem met zwarte lak overgespoten. En nu, omdat u komt, heeft hij het gauw schoongemaakt. Meneer Visser, ik heb dat bordje niet schoongemaakt. Ik heb het bordje ook niet zwart gespoten. Ik weet wel wie dat wel gedaan heeft, maar dat doet er niet toe, maar dat is een van de buurtbewoners. Maar dit bordje hoort hier naar mijn mening niet te staan. Het is een openbaar terrein. Waarom staat het bordje hier? Maar het is niet jouw eigendom. En het is niet mijn eigendom. Nee, ik heb er ook niet aangewezen, vriend. Waarom moet je dan? Jullie hebben met de spuitbus eroverheen. Ja, gezeten, vriend. Jij doet niks. Jij blaast ook niet je blad hier bij mijn schouder. Nee, schouten, we kennen dat toch. Jij gooit ook geen steen. Nee, hier dan. Nee. Maar? En vanmorgen heb jij bij mijn bus daar gegooid. Ach, ga weg. Meneer Van Altena, even een ogenblikje. Meneer Schouten is derde belanghebbende. U niet. Nee. Dus, ik heb gehoord wat u zei, maar ik ga nu even door met de partij. En waar is de gemeente? Ja. Maar is dit nou een openbare weg of niet volgens de gemeente? Het is geen openbare weg. Nee. Maar het staat wel op die bordjes dat iedereen erop mag. Dat is anders, maar je mag natuurlijk overal. Nee, niet naar zonsondergang. Nee, dat klopt. En jouw vrouw liep hier van de week wel naar zonsondergang. Ja, met een loslopende hond. Hoe ging dat paard een worteltje geven. Dat mag ook niet van meneer. Nou, zo komt hier elke avond langs en dan wordt er elke avond met de zaklicht bij mij in de garage geschenen en op het paard geschenen. Dat past ontzettend onze privacy. Wat heeft u toch slecht gekozen hier, zeg? Luister. U heeft het heel slecht gekozen hier. U moet gewoon verhuisdozen gaan kopen en gaan verhuizen hier. Nu, behalve dat pad, want dat begrijp ik nu, ik zie het nu, hè, dat is hier heel duidelijk, in uw eis staat dat er iets weg moet gehaald worden. Dit in de afspraken die we met de gemeente samen gemaakt hebben, zou dit wijdje opgeruimd worden. Dus u wilt dat die wagen weg gaat daar? Nou, ik vind, meneer Visser, waarom mag ik dan gewoon mijn busje niet neerzetten? Ja. Dat is mijn vraag. Waarom mag dat nou niet en dit allemaal willen? Dus moet je toch als gemeente niet willen? Als u een busje mag neerzetten, dan is het allemaal over? Over als meneer Schouten het een klein beetje in de kant zet en hij ruimt de rommel daar een beetje op, heb ik er niet zo moeite mee dat daar een aantal wagens geparkeerd zijn. En waarom mag ik dan gewoon niet mijn busje hier neerzetten? Ja, luister, de mensen die komen wandelen in het bos, komen die ook met de auto hier overheen? Nou, er waren één stel, 2 auto's waren hier zo en die hebben de auto's daar neergezet. Ja. En dan ben ik naar de mensen. Heb je wat fijn gezegd en stuur ze weg? Je kan het wel, de bril. Nee, je moet niet staan. Nee, hij moet. Jij stuurt die gewoon mensen, laat die man eruit praten. Er komen hier wandelaars. Wees nou verleven, laat die man eruit praten, joh. Je bent al genoeg aan het woord geweest. Moet je even luisteren. Er stonden 2 auto's en die dames waren aan het wandelen. En toen ben ik naartoe gegaan. Ik zei, dames, die auto mag daar niet staan. Ja, maar ze zijn zo bang dat ze wat uitstelen. Ik zet ze maar aan de overkant neer. Ik loop hier toch bij huis. Er wordt niks gestolen. Dus het is niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Ik heb hier genoeg gezien. Wij gaan naar de hoorzitting toe. En dan gaan we over de zaak praten. Ja? Ik zie je straks terug. Auw! Ja, ik ben er even echt stil van. Nou ja. Geeft natuurlijk een bedreigende situatie weer. Ja, maar u wordt ook gewoon uitgemaakt voor moordenaar. Ja, nou ja, goed. Dat doen we er niet zoveel mee. Schouten, we hadden toen pas die brief gehad van de gemeente dat ik erheen mocht doorrekenen. Dan zat ik duidelijk in dat ik niet gehinderd mag worden. En toen sprong hij vlak voor de bus. Ja, en dan zegt hij wil me doodrijden. Ja, het is me net hoe hij het interpreteert natuurlijk. Als je zo voor mijn bus gestaan, ja, sorry. Maar wat deed u? Wat deed u? Nou, ik ben even rustig doorgereden. U bent doorgereden? Ja, wat denkt u? Ik rechts die duik achter een stapel hout en de avond ervoor is gezegd, laat je doodslaan. Nou, dan stop ik niet 1, 2, 3. Dan stop ik echt het laatste moment pas. Echt waar? Wel zover nog dat nog makkelijk kon. Maar u zegt er nu niks over. Maar ik weet, dat heeft u voor de uitzending tegen mij gezegd, van nou, er is ook een keer behoorlijk iets heftigs gebeurd met mijn dochter. Als we het toch hebben over elkaar aanrijden. Dat klopt. We gingen verschillende avonden wandelen. Heeft hij ook verschillende malen geprobeerd ons aan te rijden. Hij heeft ons verschillende malen mijn vrouw met de auto van de weg afgedrongen. Het is een levensgevaarlijk projectiel als die in de auto zit. Dit is toch. Ze gaan elkaar gewoon aanrijden, remmen niet op het laatste moment. Ik denk dat het niet met de pad te maken heeft, maar met het gedrag van de buren zelf. Ja, van uw inwoners. Ja. Daar gaan we weer. Ja. Ja. En de vraag is, waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente tot hoever? De gemeente is ook van mening, de burger wordt ook fatsoenlijk met elkaar over te gaan. Nou, laten we eventjes, want we hebben hierover ook een reactie van meneer Schouten. Laten we daar even naar gaan kijken. Ja, die heb ik doodgereden. Ja, het begrafenis is niet meegemaakt. Ja, het was mistig en toen kon ik niet zo best zien. En toen heb ik, ik wist niet dat haar dochter er was. Toen reed ik op het achterlicht van haar af, kon ik toch, maar ik bleef wel afstand houden. Maar hier zeggen ze, ik heb haar onderste boven gereden, daar iets verderop.
En daar waren de ziekenwagens waren erbij geweest. Nou, allemaal leugens. Ja, Willemieke, de dochter van meneer Groeneveld. Hoe was dat voor jou? Het was heel eng. Je fietst daar op de weg en in één keer zie je, tenminste hoor je een auto achter je. En die bleef heel langzaam achter me rijden. En toen kwam die er in één keer vol vaart voorbij. En net voor mijn voorwiel reed hij zo bij mensen de tuin in. Hij sneed je af? Ja. En toen? En toen kwam hij dus weer achter me aan. Hij reed helemaal op het fietspad, zodat ik niet kon remmen, want dan zat ik voor zijn auto, zeg maar. Ja. En tot aan het dorp toe, totdat ik er was, zeg maar. Ja, en straks dan loopt het fataal af, zeg maar. Jeetje, ja. Ja, want u zegt elke keer van ja, dat is niet onze taak, maar uiteindelijk komt het wel voort uit een conflict wat over jullie pad gaat. Nou, het is ook ernstig als je dit zo hoort. Alleen, ja, als gemeente kunnen wij en mogen er ook niks in doen. Het is echt puur een strafrechtelijke zaak. Het zijn dingen die buiten de gemeente omgaan. En ja. Waarom, dat is me nog steeds niet duidelijk. Ik weet niet wat hij heeft, ik weet niet wat er zit. Ik weet één ding, naar die kerk over waren en toen is het begonnen. Maar ja, wat kan erop tegen zijn dat ik naar hetzelfde kerk had als hij? Ja. Dat begrijp ik niet. Nou goed, in het kerkelijke dorp Elspeet zijn de inwoners enorm verdeeld over deze burenruzie. Wat hier tussen die twee mensen gebeurt, precies, weet ik niet. Maar ze hebben allebei heel strak hun eigen mening over hun probleem. En dat houden ze dus, denk ik, door dik en dun vast. Piet en Christine lijden aan de hele situatie. Van ik wil je het liefst weg. Nou, dat doet je heel erg veel zeer. Dan denk je, je zou hier zo'n mooi plekje kunnen hebben op de Veluwe. Hè? Als ik dus de heer Groeneveld moet geloven, ja. Dan is het alleen maar om hem dwars te zitten. En verder niet. Waarom? Raar. Heel raar is het. En dan vind ik toch dat de gemeente daarop moet ingrijpen. Voor mijn gevoel is het inderdaad een burenconflict. Mensen die met elkaar overhoop liggen. En vervolgens de gemeente proberen in de procedure te betrekken om via die weg de ander tussen aanhalingstekens te bestoken. Ik deel de mening met mijn vriend hier naast mij. Ja. Dat dus de gemeente het eigenlijk een beetje heeft laten escaleren. Ja. In principe vind ik dit conflict waardeloos. Want er zijn twee mensen uit dezelfde kerkgenootschap en die gaan ruzie maken en trammelant over een stukje weg wat niet eens van hun beiden is. Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen met deze levensovertuiging het elkaar zo moeilijk kunnen maken. Ik begrijp het zelf ook soms niet hoe bepaalde dingen kunnen escaleren onder iemand die hetzelfde geloof heeft. Ook mensen die in de kerk zitten, dat zou ik toch wel nadrukkelijk willen zeggen, zijn mensen die ook hun eigen karakter, fouten en zonden hebben, zoals wij dat in de kerk zeggen. Maar ja, moeten van kerkmensen ook maar die al te hoge verwachtingen hebben. Snap je? Ik zou zeggen, doe allebei eens wat water bij de wijn en leef in vrede naast elkaar verder. Ik hoorde echt een aantal buren zeggen van de gemeente die heeft het laten escaleren. Ja, opmerkelijk. U vindt dat opmerkelijk? Ja. Denkt u dat we hier, nadat er juridisch duidelijkheid is, dat het dan afgelopen is daar? Nou ja, wat ons betreft nodigen we beide partijen na de uitspraak ook nog uit om aan tafel te komen om ook de andere pijnpunten te bespreken. En we hopen dat dit echt de eerste aanzet is. Ja, u ziet het als een begin, als een start. Ja. Ziet u dat ook zo? Ja. Oké, meneer Schouten is er niet, dus dan laten we hopen dat hij dat ook zo ziet. Ja. Er moet gewoon duidelijkheid komen. Het gemeentepad is van iedereen, dus de auto moet weg. En of de mensen die thuis meespelen op het tweede scherm er ook zo over denken, dat ziet u nu. En tijdens de hoorzitting bereikt meester Visser alvast overeenstemming over één van de vele voertuigen die meneer Schouten naast zijn huis parkeert. Welkom, we zijn hier in Elspeet in conferentiecentrum Menno Rode. U heeft ruzie met elkaar en dan gaat u allemaal naar de gemeente toe en die moeten het dan met allemaal verzoeken. Het pad is van de gemeente, meneer Visser. En ik denk als de gemeente mij toestemming geeft om over het pad te rijden, dat ik er overheen mag rijden. Zo simpel ligt het dan voor mij. Maar waar ik mijn eigen het meest naar stoort, meester Visser, is dat meneer Schouten steeds zo vreselijk agressief is. U hebt vanmiddag ook kunnen constateren. Er is geen gewoon gesprek mogelijk en dat stoort me verschrikkelijk. Ja. Hij moet eerst geen gebruik maken van het pad en dan is alles over. Ja, maar ik mag van de gemeente gebruik maken. Het is jouw pad niet. En zo kunnen we heen en weer blijven. Nou, dan gaan we even naar de gemeente toe, want het is uw pad. Ja, in het kader van het begin is eigenlijk bij ons begonnen door een handhavenverzoek van de heer Schouten tegen de schutting. Mm-hmm. We hebben getracht om mediation track te starten, dat is helaas mislukt. Ja. En uiteindelijk hebben we nog een verhaal in elkaar bij elkaar gevoegd waarbij we denken van hier zit consensus met beide partijen. In de hoop dat daarmee de rust in het gebied terug zou keren en beide partijen elkaar zouden laten leven en het weer een leefbare situatie was. Dat lukte niet. U had ook kunnen zeggen, en nou komt er helemaal niemand meer dat pad op. Nee, maar wij hadden ook zoiets van, we zijn pragmatisch mee omgegaan omdat we dachten dat we daarmee, laat maar zeggen, klaar waren. Ja. En dan denk ik, waar praat je over dat ik eens in de 14 dagen en misschien een keer of eens in de maand gebruik maak van dat bospad? Maar dat zijn we er toch, want de gemeente zegt, incidenteel mag u er voorbij. Maar dat wil u niet, want u wilt daar kunnen parkeren. Nou, als ik gewoon mijn haag weer terugkrijg waar dat die stond, dan zet ik de auto gewoon weer waar dat die stond. Dat was prima regeling. Maar dan hebben we dus niet meer over incidenteel gebruik. Nou ja, maar dan staat hij toch gewoon weer min of meer op mijn eigen erf. Dan kan mijn schout op mijn leven. En dan gaat u niet meer over de weg? Over het pad. Als ik daar een stukje van de gemeente langs mijn garage kan krijgen en meneer Schouten die houdt gewoon die weiwee netjes bij, is het wat mij betreft opgelost. Maar dat ziet de gemeente niet zitten? Nee, de gemeente ziet het niet zitten om grond te verkopen zodat de heer Groeneveld daar zijn bus kan parkeren.
De noodzaak is ook niet aanwezig, omdat hij heeft een eigen inrit en hij kan zijn bus ook op eigen perceel neerzetten. Maar waarom mag meneer Schouten dan wel zo'n groot stuk van de gemeente in gebruik nemen en ik niet dat hele kleine stukje? Dat is nog kleiner dan wat meneer Schouten heeft. Dat is misschien wel de kern van de zaak. Dat is wat ik tegen de gemeente Groeneveld vindt dat Schouten wordt voorgetrokken. Ja, dat zal best. Ik heb dit al meer dan 50 jaar in gebruik en dit is voor mij is het verjaard. Ja. De heer Schouten heeft daar vroeger een agrarisch bedrijf gehad. Ja. Vervolgens hebben wij met een nieuwere bestemmingsplan hebben we aan het perceel van de heer Schouten een woonbestemming toegekend. U heeft hem op zijn benken bediend. Nou, dat was ook de afspraak in het kader van de functieverandering van agrarisch naar wonen. Want de tegenpartij Groeneveld zegt dat u Schouten voortrekt. Nou, als we bij elkaar optellen. Hij mag het pad op. Een gebouw staat zelfs op dat pad, gedeeltelijk. Ja. Hij mag er materialen opslaan. Mag allemaal. En dan Groeneveld, die wil een stukje om zijn bus neer te zetten. En dat doen we niet. Maar het is ook een andere situatie. Want de heer Schouten heeft een aan beide kanten van het pad een schuur staan. Ja. En die ene schuur kan je alleen maar bereiken over het gemeentepad heen. Ja. En in die zin is de situatie anders, omdat de heer Groeneveld gewoon een eigen inrit heeft om te komen en te gaan naar. Ja, en hoe moet het nu verder? Meneer Visser, ja? Laat de gemeente ook een beetje water bij de wijn doen. Geef die man zijn parkeerplaats daar en dan is het probleem opgelost. En dan weet ik zeker dat meneer Schouten ook zich gaat gedragen zoals het moet. Maar niet door de weg. Nee, maar ja. Die is van de gemeente. Ja. En er staat een bord aan de weg. Dat er niet met de auto's in mogen. Ja, nee. En zo kunnen we aan de gang blijven. Ik ben het wel met de altena eens. Als de gemeente mij daar een klein stukje grond ter beschikking stelt, is het mij betreft het probleem op. Heb ik ook steeds aangegeven. Meerdere malen ook bij de gemeente voordat ik met de advocaat heb. Maar de gemeente wil dat niet en dan zijn we gauw klaar. Nou, oh ja, zo gaan we het maar vergeten. Die boerenkar die er staat en wat troep die in dat weiland ligt. Ik heb een omgevingsvergunning, want ik heb altijd gehandeld in koetsen. Rijtuigen. Ja. Dus dat is in de omgevingsvergunning. U kunt die koets gewoon weghalen, toch? Die koets die staat er ook een beetje om hem terug te plagen. Welk bedoel u? Die koets die nu op dat weiland staat. Oh, die kan ik weghalen. Ja. Die kan opzij. Ja. Dat wil ik ook doen. Maar het is landbouwgrond, hè? Ja. Dus ik mag de Romeins verbouwen. Het lijkt mij wel. Maar u zegt dat als een soort dreigement. Maar het lijkt mij wel leuk, maar dan zie je natuurlijk niks meer. Prachtig. Ik zie ook niet meer. Maar kijk, daar is het als je wil plagen. Ja, er is altijd te plagen. Maar ik ga die koets opruimen, die ga ik opzij zetten. En ik ga op die landbouwgrond ga ik maïs verbouwen. Daar hou ik u aan. Dan is dat opgelost. Goed zo. Dan sluit ik de hoorzitting. En dan zien we elkaar binnen niet al te lange tijd in Slot Zeist voor de uitspraak. Bedankt voor uw komst. Meester Visser heeft inmiddels zijn oordeel geveld. Maar ergert u zich ook mateloos aan de rotzooi bij de buren of heeft u een heel ander probleem? Meld u zich dan nu aan. U kunt ons bellen op 0900 1301, maar u kunt ons ook nu mailen via onze website en dan lossen wij het heel graag voor u op. De thuisrechters die zijn eruit, maar of meester Visser er net zo over denkt, dat hoort u nu tijdens de uitspraak. Uitspraak in de zaak van de heer Groeneveld tegen de gemeente Nunspeet met als derde belanghebbende Schouten. Ja, de gemeente is weliswaar eigenaar van het bospad, maar het bospad is geen openbare weg. De gemeente mag daarom zelf bepalen wie daarvan gebruik maakt. Door aan Schouten wat dat betreft meer te gunnen dan aan Groeneveld, handelt de gemeente niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel gaat namelijk uit van gelijke gevallen en dat is hier niet zo, want Schouten die heeft geen eigen uitweg en is afhankelijk van het gebruik van dat pad, terwijl Groeneveld gewoon een eigen oprit heeft. Dat Groeneveld meer ruimte wil, dat snap ik best, maar de gemeente is niet verplicht hem daarin tegemoet te komen. Groeneveld heeft ze dus neer te leggen bij een zeer incidenteel gebruik van dat pad en mag daar dus niet meer parkeren. En als de ruzie daarover toch voortduurt, en daar ben ik wel een beetje bang voor, dan staat het de gemeente vrij om Groeneveld zelfs de toegang tot dat pad helemaal te verbieden. Omgekeerd, Schouten is er niet, maar via de gemeente, laat ik hem dat weten, moet Schouten al rommel die hij heeft opgeslagen op zijn weilanden om Groeneveld te pesten, moet hij gewoon weghalen. Dat heeft hij beloofd. En als hij dat niet doet, dan is de gemeente Nunspeet verplicht daartegen handhavend op te treden. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Zo. Dat is voor u een teleurstellende uitspraak. Ja, we hebben duidelijk van de gemeente zwart op wit gehad aan we van het pad gebruik mogen maken. Maar ja, dat is afgelopen. U mag er niet meer komen. Prima. U moet dat dus loslaten. En ik vind dat u als gemeente daar ook een taak in heeft. Dus ik hoop ook echt dat u daar wat mee doet. Ja, dat gaan we doen. Lijkt me heel verstandig. Ja. En Willemiek, ik wil je ook heel veel sterkte wensen daar nog. Ja, en dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Ik vind het heel raar, ik mag even jullie overheen en nu is het dus op. Maar nu komt het zeker niet meer goed.